Deze keer hebben we het over de nieuwe wereld. Nou, dan is het natuurlijk leuk om te weten wat de term nieuwe wereld nou eigenlijk inhoudt. Wat ermee bedoeld wordt is dat de druivenstok, die is meegenomen door ontdekkingsreizigers vanuit Europa. En we hebben het dus, als we over de oude wereld praten, dan hebben we het over het oude Europa en misschien het Midden-Oosten. En de nieuwe wereld zijn de andere continenten in de wereld waar de kolonisten heen zijn gegaan en van waar ook de Europese druif naartoe is gegaan. Waar de mens ging, ging ook de druivenstok. Allereerst vaak om religieuze redenen. Het waren natuurlijk vaak Portugezen, Spanjaarden die heel vroeg op ontdekkingsreis gingen. Een andere reden was dat wijn bevat alcohol en alcohol werkt desinfecterend. Dus het was ook, je was verzekerd van schoon drinkwater. Wanneer startte dat nou eigenlijk, die nieuwe wereld? Eigenlijk begon dat in Mexico, niet de eerste plek waar je aan denkt bij wijn. Dat was in 1522. Zelfs in Japan komen we al vrij snel verhalen tegen dat de druivenstok wordt aangeplant. En later wordt het Noord-Amerika, Zuid-Afrika en dan pas gaan we richting Australië en Nieuw-Zeeland. Hoe werkt het nou eigenlijk precies in de nieuwe wereld, hè? Als je dat ziet ten opzichte van de oude wereld? In Europa kom je bendes met regels tegen. Voor elke regio heeft zijn eigen regels. En waar beschreven staat hoeveel druiven je mag per hectare mag groeien, hoe je moet snoeien, wat de opbrengst mag zijn in wijn per hectare. Er zijn kortom regels alom. In de nieuwe wereld, hè, mensen namen die druiven mee, waren natuurlijk helemaal geen regels. Dus eigenlijk een soort van vrijheid, blijheid gold daar. En het mooie eraan is dat ze heel veel hebben kunnen experimenteren. En die experimenten hebben weer tot allerlei nieuwe werkwijzen geleid. Het is ook vaak een andere stijl. Het is veel meer op fruit gericht. Jong te drinken. Frisse wijn. De oude wereld heeft zijn focus op het terroir. Dus het microklimaat. De beste omstandigheden, de beste bodem voor een bepaalde druif. Het ultieme is dus de expressie van het terroir. Dat je kan herkennen dat een wijn echt uit een bepaald gebied komt. Als je kijkt bijvoorbeeld hoe de bedrijven in elkaar steken. Nou, in Frankrijk zie je nog wel echt kleine wijnboertjes. Hè, die echt wat authentieks hebben. Vaak in de nieuwe wereld zijn het echt enorme bedrijven. Het is veel geïndustrialiseerder eigenlijk. Er komt science, hè? Wetenschap wordt echt gebruikt. Wetenschappers worden aangetrokken om de kwaliteit te verbeteren. Ze pakken de consument en ze vragen: wat vind jij lekker? En die stijl die proberen ze achterna te gaan in plaats van de oude wereld die zegt: dit is de stijl zoals ik het jarenlang heb gemaakt en daar maak ik het beste van. Een ander verschil met de oude wereld is de manier van communiceren, bijvoorbeeld op het etiket. Als je bijvoorbeeld kijkt bij wijnen uit Australië, daar zie je eigenlijk standaard gewoon de druif heel duidelijk op het etiket vermeld staan. Als je het over Chablis hebt in Europa, dan moet je als consument maar weten dat dat van Chardonnay is gemaakt, want dat staat niet op het etiket. De nieuwe wereld begon natuurlijk met het meenemen van elke soort druif die er was. En ze planten dus alles aan. Je ziet inmiddels dat ze natuurlijk toch wel stijlen krijgen qua wijn maken, maar ook dat bepaalde druiven de voorkeur krijgen. Nou, als we dan even een rondje door de nieuwe wereld nemen, beginnen we even in de Verenigde Staten. Californië is daar dan wel het belangrijkste wijngebied. Er wordt de Chardonnay nog heel veel gebruikt in wit. Het is ook een bepaalde stijl. Een hele boterige, veel eikenhout Chardonnay. Cabernet heeft een groot aandeel, maar vooral de Zinfandel. Vervolgens zakken we af naar Zuid-Amerika. De belangrijkste landen daar op wijngebied zijn natuurlijk Chili en Argentinië. In Chili is het de nationale druif inmiddels de Carmenere. Komt eigenlijk uit de Bordeaux. Voor de rest in Chili, ze worden de internationale druiven natuurlijk ook gebruikt. Er komt hele goede Chardonnay vandaan. Bij de Argentijnen zie je precies hetzelfde. Ook een druif uit de Bordeaux. Dat is de Malbec. Inmiddels zie je hem helemaal niet meer aangeplant in de Bordeaux. Praktisch niet. Maar in Argentinië is het toch de nationale trots. Gaan we vervolgens richting Zuid-Afrika. Die heeft ook echt wel een paar hele eigen druiven, zegt de Pinotage. Dat is een kruising tussen de Pinot Noir en de Cinsault. Daar wordt wel mee geëxperimenteerd in de rest van de wereld, maar eigenlijk kun je zeggen dat is typisch Zuid-Afrika. Een andere druif die je op wit vlak daar veel ziet, dat is de Chenin Blanc. Dat is de meest aangeplante druif daar. Ook hier zie je natuurlijk weer de internationale variëteiten terug.
En als we verder gaan in Australië, zie je dat het de Shiraz is. Dat is natuurlijk het voorbeeld. En voor wit tegenwoordig steeds meer Riesling, wat een hele interessante ontwikkeling is. Gaan we nog verder, het laatste stukje, dat is Nieuw-Zeeland. En dat is beroemd om zijn Sauvignon Blanc. En voor rood zijn ze tegenwoordig met een fantastische inhaalslag bezig met Pinot Noir. Wat je nu tegenwoordig ziet, hè, je had zeg maar de oude wereldstijl en je had de nieuwe wereldstijl. En die weken best wel wat van elkaar af. En wat je nu ziet is dat de oude wereld van de nieuwe wereld gaat leren en de nieuwe wereld van de oude wereld. Zo heeft de oude wereld, was helemaal niet zo marketinggericht, die had zoiets van hé, mijn wijn is gewoon goed, dus dat verkoopt zichzelf. En je ziet nu dat ze steeds meer ook naar die nieuwe wereld gaan kijken en ook die bepaalde marketingtechnieken gaan overnemen. De oude wereld zie je steeds meer moderne technologie toepassen, wat ook echt leidt tot kwaliteitsverbeteringen. Wat neemt de nieuwe wereld nou eigenlijk over van de oude wereld? Vroeger was terroir voor nieuwe wereld echt bijna een scheldwoord. Terroir bestond niet. En nu zie je dat een hoop, zeker cult wineries, maar ook grote wineries, zijn echt bezig om toch een beetje hun eigen identiteit te laten zien via hun wijnen. Het ultieme is dus de expressie van het terroir. Dat je kan herkennen dat een wijn echt uit een bepaald gebied komt.